En ik denk dat dit precies de reden is waarom Nederland geen vertrouwen meer heeft in de politiek. We zien alleen maar mensen. We zien alleen maar mensen kibbelen met elkaar. Maar Nederland is toe aan samenwerking. En hoe gaan jullie, de politici, dat oplossen voor Nederland? Maar hoe we het vertrouwen terug kunnen gaan winnen, dat is volgens mij niet door alleen maar te praten, zoals wij vandaag gedaan hebben, ja, het verkiezingsdebat. Maar in ieder geval ook te gaan luisteren. En dat betekent dat we zoveel mogelijk op werkbezoek moeten gaan. Want wij als politici die hebben de wijsheid die je pakt, die zit bij de mensen zelf. De mensen bij de politieagent op straat, de ziekenhuizen en in het onderwijs. We moeten vooral gaan luisteren naar wat mensen willen. U heeft gezegd, u wilt bezuinigen op de bureaucratie in het onderwijs, maar daarnaast nog meer investeren in het onderwijs. Maar als u meer investeert dan u eruit haalt, dan is dat toch geen winstgevende bezuiniging in de Kamer. Scherp, klopt helemaal. Ja. Doe niet zo normaal. Wat een flauwekul. Je kunt zonder enig concrete gewoon handel drijven en je kunt vrachtwagenchauffeurs een label geven naar de Zwitserland. Ik ben geen terrorist, moet je dan een beetje op je voorruimte. Maar voor mij geen schuld.